je staat hier in het verlengde van de baan. En als je zometeen naar de localizer antennes kijkt, zou je ook zien dat de vliegtuigen die hier landen echt in het midden van de baan terechtkomen. In Luchtbewakers vliegen we mee op een vlucht van Sevilla naar Schiphol Airport. Wat gebeurt er achter de schermen tijdens zo'n vlucht? En hoe navigeert een vliegtuig in de lucht? En dames en heren, vanuit de cockpit, zoals er licht gemerkt werd, zijn we begonnen met de daling naar de luchthaven van Schiphol. In de afgelopen afleveringen kon u zien hoe het vliegtuig vanuit Sevilla het Nederlandse luchtruim binnenkwam en koers maakte richting Schiphol. Om het luchtruim overzichtelijk te houden, zijn er in de lucht tientallen virtuele knooppunten geplaatst. Het navigeren naar zo'n knooppunt gaat via GPS-satellieten in de ruimte. In principe navigeren wij in de lucht via GPS. Dus wij voeren in ons flight management systeem de route in. En die vliegt eigenlijk de route af die wij daar inzetten. Eigenlijk is er in ons luchtruim een netwerk van snelwegen, airways noemen we die. En die zijn op bepaalde knooppunten aan elkaar verbonden. Je kan gewoon rechtstreeks van het ene knooppunt naar het volgende knooppunt. Als een vliegtuig eenmaal de landingsbaan nadert, wordt de koers deels met behulp van radiozendmasten op de grond verder bepaald. Deze reuze antennes, ook wel bakens genoemd, zenden signalen uit naar het vliegtuig. Wanneer de piloot de koers blijft volgen, zal hij uiteindelijk recht voor de gekozen baan uitkomen. Aan de hand van die grondbakens kan je zelf bepalen waar je bent op de grond. Dit hulpmiddel, dat bestaat uit verschillende antennes, wordt ook wel het Instrument Landing System genoemd, ILS, en is cruciaal bij een landing met slecht zicht. Het Instrument Landing System is eigenlijk al een heel oud systeem. Het is heel betrouwbaar ook. Het is een vrij precies systeem. Ons instrument geeft dan eigenlijk een kruisje weer. Zolang je precies in dat kruisje blijft vliegen, kom je daar precies uit. Dus aan het begin van de baan, op het midden van de baan. Mits je het maar goed controleert eens in de zoveel tijd, werkt het eigenlijk gewoon perfect. Het brengt je eigenlijk altijd op precies dezelfde plek op die baan en je maakt een veilige landing. Het is woensdag 19 september, wanneer de crew van de PH Lab zich klaarmaakt voor een meetvlucht boven Nederland. Vanavond inspecteren medewerkers het Instrument Landing System van de Buitenveldertbaan op Schiphol. We zijn de lucht ingegaan en dan vliegen we eigenlijk altijd naar een relatief lage hoogte van 450 meter hoogte. Welke hoogte is de volgende? 3200 voet. Okay. Wat ik doe tijdens de vlucht is het direct beoordelen van de ontvangen signalen en ik kijk dus of letterlijk die signalen binnen de lijntjes zijn. Jaarlijks worden door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum 100 meetvluchten gedaan boven Nederland. Dat is belangrijk omdat het signaal van een antenne door andere omstandigheden op de grond kan afwijken van de vereiste norm. Die meetvluchten zijn nodig om gewoon toch met enige regelmaat te controleren of er niet iets onverwachts veranderd is. Allerlei objecten die dingen weerkaatsen, bomen, gebouwen, metalen objecten, dat kan allemaal een verstoring veroorzaken. Als zo'n signaal ongewild gewijzigd wordt, dan kan het zo zijn dat een vliegtuig verkeerde geleiding krijgt. Dan kom je misschien wel naast de baan uit of onder een verkeerde hoek met de baan en dat wil je gewoon absoluut niet hebben. Niet alleen in de lucht worden in opdracht van de luchtverkeersleiding metingen gedaan. Ook op Schiphol zelf vinden dagelijks inspecties plaats van zendmasten die piloten helpen bij een goede landing. Wekelijks doen wij ronden hier op het vliegveld bij alle ILS-systemen om te kijken of dat we geen snelle beschadigingen zien aan apparatuur. Ik kijk even hoe de shelter en hoe de omgeving van de apparatuur is, ook voor de antennes. Want als het gras groeit of als er veel vocht voor ligt dan met waterplassen, dan kan het invloed hebben op het signaal. Voor een goede landing zijn twee reuze antennes op de luchthaven cruciaal. De localizer en de glijpadmast. Je ziet nu een vliegtuig aankomen. Die daalt heel langzaam naar de landingsbaan toe. Dat gebeurt met een daalhoek van 3 graden. Die glijpadmast, daar komt het vliegtuig nu voorbij en even daarna landt het vliegtuig op de baan. Die glijpadmast die heeft de piloot geholpen om te zorgen dat hij niet te hoog, niet te laag zat om goed op de baan te kunnen landen. Je staat hier in het verlengde van de baan en als je zometeen naar de localizer antennes kijkt, naar de middelste antenne, zou je ook zien dat de vliegtuigen die hier landen echt in het midden van de baan terechtkomen.
Het vliegtuig zelf zat al een beetje scheef omdat hij aan het corrigeren was voor de wind. Maar hij landde echt in het midden van de baan. Heb je Ziggo, Go, Arena, ja. Linkjes van ons. Een standaard meetvlucht van de PH Lab gaat gepaard met veel bochten en hoogteverschillen. Op die manier kan de kwaliteit van het signaal rondom een antenne op de grond goed worden gemeten. Dus links en rechts van eigenlijk de landingsbaan moeten wij met een grote bocht meten of het signaal op die plekken ook nog voldoende goed aanwezig is. Bij de vlucht van 19 september worden geen afwijkingen gemeten in de lucht. Maar dat is voor de crew van vanavond geen verrassing. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een van de zenders het niet deed. De volgende keer in Luchtbewakers. Op 25 februari 2009 stort een toestel van Turkish Airlines vlak voor de landing neer in een weiland. Het incident is een van de zeldzame ongevallen op Schiphol en laat diepe sporen na. Dat is heel erg gek om te ervaren, zeker als dat voor het eerst is dat je zoiets heftigs meemaakt in je carrière.